Nieuwe maand, nieuwe films die uitkomen. En we gaan vandaag weer hebben over 4 films in samenwerking met Filmdomein. Shout-out to Filmdomein. Ik zit hier met Sander en Henk. En ik ben Pim. Oh. En we beginnen met Blade Runner 2049. Every leap of civilization was built off the back of slaves. Fucking hard! Synopsis. 30 jaar na de gebeurtenissen in de eerste film ontdekt een nieuwe Blade Runner, LAPD Agent K, een lang verborgen geheim dat het potentieel heeft om wat er nog aan beschaving over is in chaos te storten. K's ontdekking leidt ertoe dat hij op zoek moet naar Rick Deckard, de voormalige Blade Runner van LAPD die al 30 jaar vermist is. Regie van Denis Villeneuve, die kennen van Arrival, Sicario, Prisoners en Enemy. En de cast is Harrison Ford, Ryan Gosling en Jared Leto. En hij komt uit op 5 oktober. Nou. Ik ben super hyped. God damn, son. Ja. Dit is voor mij echt qua hype de film van het jaar. Nou, misschien een tie met Star Wars. Maar... Fuck Star Wars. Fuck it, Blade Runner, dog. Nee, ik denk dat dit een betere film wordt. Ja, ja sowieso. Denk al zeker. Er waren al positieve... Geluiden. Voor screenings. Mensen hadden screenings gezien. Right. Die waren al heel erg positief. Ze hadden al helemaal estimates van... Oh, dan gaat hij zoveel verdienen. Nou, oké, dat is misschien een beetje voorbarig, maar... Ja. Yeah. Yeah. Nou, ik heb heel erg vertrouwen in de regisseur. Ik vond de trailers er allemaal veelbelovend uitzien. Dus ik denk dat het gewoon goed gaat komen. De stijl klopt in ieder geval. En ik denk het is moet even inkomen. Denis Villeneuve. Dus dat is eigenlijk de grootste soort van hype punt voor mij. Want die heeft van hem een goede shit gemaakt. Good hype. En die doet niet zo... Die kan dingen weglaten. Als je denkt aan Arrival en Sicario. Er hoeft niet alles uitgelegd te worden. En over de top te zijn. Om toch wel iets interessants te maken. Ik moet zeggen, het wordt wel interessant om het te gaan kijken. Als in, jullie zijn helemaal... En ik vond gewoon Blade Runner ook een beetje... Ja, je hebt hem wel gezien. Hè? Ja, ik heb hem wel gezien. En toen dacht ik wel zo van... Ja... Niet helemaal mijn film. Ja, dat vond ik ook niet. Het is zoveel mensen helemaal enthousiast over. Heb je gezien? De Final Cut? Ja, weet ik wel. Ja, want er zijn echt 5 versies van. Ja, dat volgens mij. Eigenlijk alle versies behalve de Final Cut zijn best wel. Ja, de Final Cut. Super. De Final Cut moet je hebben. Blu-ray. Yeah. Ultimate. Awesome. Oh, de directors. Dat is zeg maar de directors. Directors intent, zeg maar. Ja, ze moesten heel veel restoren. Want in de eerste zit echt een super kutte voice-over en zo. Oh, ik heb wel iets met voice-over gezien. Nee, dan heb je dus niet de goede versie. Oh, yeah. Nee. Nou, misschien kan ik die nog kijken voordat... Ik vond het wel heel goed uitzien. Maar ik ben benieuwd, als ik hem dan bijvoorbeeld niet zou kijken... Dat is misschien ook wel interessant. Zo van iemand die hem wel eens gezien heeft, maar niet helemaal in zijn hoofd. Als die dan die film kijkt, is het dan erg dat je niet helemaal snapt waar die vandaan komt? Ik denk dat het voornamelijk dat je dan zeg maar de lore meer snapt. Weet je wel? Dat bepaalde personages die terugkomen, of in ieder geval, voor zover we weten, komt er eigenlijk maar één personage terug. Mm. Die heeft dan gewoon een veel uitgebreidere backstory. En ik denk dat het verder redelijk op zichzelf was. Ja, maar ik ga hem dus niet kijken voordat we deze gaan kijken. Ja. Gewoon om even voor jullie, voor your enjoyment. Ja, precies. Oké. Dat lijkt me goed. Ja, ik ben heel benieuwd. Maar we gaan er wel heen. Oké. Ja, sowieso. Volgende. Borg McEnroe. The only thing standing between Borg and that record is you. You and Borg are as different as two people could possibly be. Film over het legendarisch duel tussen Bjorn Borg en diens grootste rivaal, de jonge en getalenteerde John McEnroe. Het draait om een legendarisch duel tijdens Wimbledon in de jaren 80. De regie is van Janusz Pedersen, die we kennen blijkbaar van Armadillo. Geen idee. Shia LaBeouf zit erin. Sverrir Gudnason en Stellan Skarsgård zitten er ook in. En release is 12 oktober. Pocket tennis, jongens. Ja, ik hou niet van tennis, daar spreek ik het niet aan, moet ik zeggen. Ik dacht dat je zo'n elite was. Elitist. Nee, hockey or die. Nou, ik weet niet. Ik vind Shia LaBeouf kan op zich wel goed acteren. Ja. Maar... Het is verder een zak, maar... Ja, precies. Het voelde wel een beetje... Ik weet niet of die gast ook zo is, hoor. Die Joe McEnroe. Maar hij voelde heel erg kiddie.
Ja, ja, Shia LaBeouf, zeg maar. Ik weet niet van, hij was toch ook super jong. Hij is wel een beetje super jong. En McEnroe staat echt bekend omdat hij echt gewoon schreeuwt en kwaad is op de lijnrechter of hoe je dat noemt. Okay, yeah. Op de referee of whatever, omdat de bal binnen is en dan slaat hij zijn record kapot en dat soort shit. Dat is gewoon John McEnroe. Ik vond hem heel erg denken, de trailer deed me heel erg denken aan Rush van Ron Howard. Dat gaat ding over de rivaliteit. Precies, maar dan tussen Formule 1. Yes. Ja. Ik weet niet of het toen al was, maar in ieder geval race. Nee, Formule 1. Lekker racen, jongen. Ja. Lekker racen. Nou ja, ja, ja. Ja. Als je iets van tennis, als je tennis tof vindt, denk ja, ik. Ja, als je dat hele verhaal cool vindt. Ja. Ik vind het echt zo'n film die je op zondagmiddag, als je niet weet wat je wil kijken, dat je die op Netflix ziet staan en dan mag je ervan uit, ik zet hem wel aan. Weet je? Ja. Zo'n film vind ik het. Ja, dit wordt niet een bios ding voor ons. Dat weet nee, sowieso niet. Nee. Voor mij niet in ieder geval. Nee. Dus, nou, whatever man. Laat me weten wat jullie ervan vinden als jullie het zien. Kijk, ja, kijk eens. Ik denk dat het wel oké is. Ik denk niet dat het een slechte film is. Nee, ik denk dat het een goede film is, maar gewoon niet voor mij. Jigsaw. You want mercy? Play it by the rules. Tiriri. Oh ja, fuck me. Wat is dat? Dat is een theme song van Jigsaw. Die zat helemaal niet in de trailer. Van Saw. Of ja, Saw. Ja, dit is een nieuwe. Alles is geredconed. Begint te zien. Oké, overal in de stad worden lijken gevonden. Elk op gruwelijke wijze overleden. Al het onderzoek wijst op slechts één mogelijke dader. John Kramer. Dat terwijl hij toch echt dood zou moeten zijn. Ja, eigenlijk wel, hè. Tam. Regie, Michael en Peter Spierig. Dus daar hebben ze twee mensen voor nodig. Die hebben ook Predestination gemaakt, die ik wel vet vond, die film. En Daybreakers, die was wel uit. Allebei met Ethan Hawke. Mm-hmm. En de cast is Tobin Bell. Goh, zit hij er toch in? Laura Vandervoort of whatever. Omdat het Nederlands is, Amerikaans, whatever. En Callum Keith Rennie. What the fuck? Release 26 oktober. Nou. Ik ken één iemand die volgens mij helemaal hyped is voor deze film. Shout out to Koen! Dus ja, voor de rest kan me echt geen hol schelen. Het voelde, als ik mag gokken. Aan de ene kant heb je dus de detectives die elke keer lijken tegenkomen. En dan aan de andere kant kijk je in het verleden en zie je hoe het gebeurd is. Ja. Ik vind het zo. En er blijkt er een van de detectives te zijn. Calling it now. Dat was in de originele anthology. Of hoeveel de fuck waren het er? Was dat nee, was een van zijn slachtoffers. Die was toen ook... Die was toen de ja, op een gegeven moment was een van die agenten toch ook complicit. En die werd toen uiteindelijk werd hij zelf ook opgesloten. Oh, die werd ook gerackt, ja. Die werd in zo'n kist gestopt. Hebben jullie allemaal echt gezien? Ik heb ze wel allemaal een keertje gezien, ja. Ja, ja. Ik heb het volgens mij twee of zo maar niet gezien. Het is zo kut. Maar ja. De eerste was toch wel goed? Ja, dat was het eigenlijk. Ja, weet je wat het... Vooral omdat het een twist was en zo. En ook wel, als je kijkt naar de eerste song, dan zit je zo... Spoilers voor Saw. In ieder geval, zitten twee dudes in een hok opgesloten en dan kunnen ze niet uit. Ja. En er ligt een lijk in het midden. En zitten met hun been vast. Precies. En dan kunnen ze niet met de zaag door. Door je bot. Maar volgens mij maakt het niet zoveel uit. Maar dat maakt niet uit. Ja. En dan komen we, dus er een big reveal aan het einde is. De gast die ze dachten dat het de moordenaar is en die de kijker dacht dat het de moordenaar is, is niet de moordenaar. Het is de dude die de hele tijd al zogenaamd stil ligt. Yeah. Daar. Dus iemand kan vet lang zo stil liggen zonder überhaupt een fart of zo. Yeah. Ze had toch ook iets uit zijn buik gehaald of zoiets? Nee. Dus zijn bloed was zogenaamd vergiftigd dan. En dan moeten ze... moet een van de anderen moet elkaar vergiftigen of whatever. Via zijn bloed. Oké. Dus, maar dat is dus... Die film was nog wel uit. Ik vond het nog wel tof. Ja, weet je wat ik heb met Saul is dat het... Die premise was inderdaad tof. Maar daarnaast heb je iedere keer die dingen... Ja, de tweede van die gigantische contraptions. En echt dat je denkt van... Hoe kan iemand dit in zijn eentje maken? Werd het meer gore horror dan... Dat werd echt gewoon inderdaad... Ja, zo van, wat voor maffe shit kunnen we bedenken? En die eerste was nogal echt uit, inderdaad. Ja, er zat nog een beetje een plot aan wat er over nagedacht. Ja, en die inderdaad. Tweede was en dat was gewoon simpel gehouden. In een huis bij elkaar, dat was die tweede volgens mij, of derde? Ja, dat was inderdaad een soort van haunted house idee, de tweede. Ja, precies. Ja. En dan ging gewoon, dat kon je al zien, oké, dat is gewoon allemaal canon fodder. Met de handje tussen, die zal wel doodgaan. Ja, die gaat dood. Met die kuil met naalden. Oh. Ja, dat zou er heen moeten. Dat is echt een van de naarste dingen die ik... vroeger al heb gezien. Maar ja, dus die gaan we in de bios kijken. Fucking hyped. Okay. No. Ja. Kill me now. We moeten eerst alle Saws kijken voor de lore natuurlijk, hè. Volgens mij is die laatste Saw was nog in 3D zelfs. Oh. Dat weet ik nog. Wow.
kwam die zaag zo op je af. Zo. Oh. Ja. Gewoon de hele tijd zo'n zaag. Ja. Oké, okay, last but not least, Thor Ragnarok. So much has happened since I last saw you. Na de gebeurtenissen in Avengers Age of Ultron raakt Thor gevangen op een andere wereld zonder zijn hamer. Spoiler. Hij moet een gladiatorenduel tegen zijn vriend, tegen zijn oude vriend de Hulk overleven. Om terug naar Asgard te kunnen keren en de kwaadaardige Hela ervan te weerhouden Ragnarok in te luiden. Hela hola. Hela hola hopsakee. Alles kapot. Regie Taika Waititi. Die mensen kennen van Hunt for the Wilder People, What We Do in the Shadows, An Eagle vs. Shark. Nooit al hoort allemaal. Chris Hemsworth, Kate Blanchett, Mark Ruffalo zitten erin. En release 26 oktober. Oh. Ik zag wel bij die Taika Waititi dat hij ook speelt in elke film die hij regisseert. Dus het is echt zo'n asshole. Mag hij is een beetje, net zoals, weet je nog, What a Twist, die gast. M. Night Shyamalan. Shyamalan met Ding Dong, die zit ook altijd in zijn eigen film. Is dat vind zo, ik ja? Altijd een beetje zo van... Quentin Tarantino. Ja, maar toen heeft hij vaak een cameo. Ja, dat is trouwens ook niet helemaal waar. Die heeft soms ook wel full-blown rol in. Ja, precies. In Reservoir Dogs. Dus dat vind ik altijd een beetje iffy. Maar bij Quentin Tarantino kan ik begrijpen, want ik weet gewoon dat die gast insane is. Dus dat maakt niet zo uit. Maar Tarantino is ook, ik vind het ook altijd aan doorgeneemd ook, want hij kan gewoon niet zo goed acteren. Ja, nou, Pulp Fiction ding was nog wel vet juist, want dat was het alleen maar schreeuwen. Ja, oké, maar ik vond met name in Django Unchained was het echt zo van, oef jongen, dat had je niet moeten doen. Maar... Ja, jij bent fucking hyped. Ik ga mee omdat het moet. Ik vond er ook wel tof uit. Pim vindt ook wel tof. Want de eerste twee waren echt... Die vond ik echt super kut. De eerste twee Thors. En deze zag er ook wel vet uit. Ja, Thor en Netpo zit er volgens mij niet in. Nee, zit hij niet in. Ik weet niet wat... Is er wat gebeurd met Netpo in de tweede film? Want ik heb het twee... Het werd te duur, denk ik. Nou, dat kan wel, want Marvel heeft... Nou, hier zit ook... spoilers. Doctor Strange in. Ja. Die ook weer eens in een trailer zat. Ja, je ziet het gewoon in de credits staan. Stond Benedict Cumberbatch. De grap is trouwens dat ze geen Hulk-film... Marvel mag geen Hulk-film maken, omdat iemand anders heeft de rechten. Ja, de rechten van de... Is dat zo? De eigen Hulk-film ligt bij 20th Century Fox of zo. Oh, dat kan. Zoiets, of Universal. Ja. En zij mogen alleen maar films maken... ze mogen wel films maken waar het karakter in zit. Ja, net zoals die Avengers. Dus ze hebben zeg maar niet de standalone. Niet de filmlicentie, maar wel de licentie op het personage. Ja, oké. Okay. Dus daarom mag hij wel hierin zitten en mag hij wel in die Avengers zitten. Maar kan hij dus geen standalone film maken? Eigenlijk als het gewoon Thor versus Not the Hulk en dan hadden ze het niet mogen, zeg maar, als ze mogen maken. Als het Thor versus Hulk heette, dan mogen ze het niet maken. Ja, als het over Thor gaat, dan. Is het niet zo'n... Ja, maar goed, net als Batman v Superman, dat het zeg maar... Dan zijn dus die twee franchises, toch? Ja, dus ze mogen geen... Je moet altijd die balans tussen zetten. Ja. Er moet altijd chaperon erbij. Ik ben wel benieuwd, de trailer was wel super gekleurd en... Ja, ik ben echt blij dat het niet bloem goud is. Een beetje retro, toch? Mm-hmm. En andere wereld, blauw, andere... Was vooral blauw-grijs. Ja. En hij is een beetje af van dat... hoe heet dat... Shakespearean geneuzel. Hij praat iets. Hij praat gewoon best wel normaal. Want ze zeiden ook van na die Avengers en zo kan je eigenlijk niet meer zeggen van waarom moet hij nog steeds zo praten? Want hij snapt, hij is gewoon meer universumreiziger geworden, als een wereldreiziger, universumreiziger, dan dat hij maar alleen maar op Asgard zit. En dat is allemaal goddamn American natuurlijk. Ja, dus dat denk dat sommige mensen dat ook wel vervelend vonden, nog steeds. Het enige waar ik een beetje bang voor ben. Maar wat ik raar vind is dat het wel echt een stijlbreuk lijkt te zijn met de rest van de Thor-films. En ik ben er juist heel erg blij. Dat is misschien niet erg, want die andere stijl was niet, niet zo cool. Maar standaard ik vind het wel kut dat het dan niet hetzelfde is. Dat vind ik, ik denk dat het wel hoort bij die andere wereld. Ja, want Asgard is er nog steeds wel. Echt een andere wereld. Ze zitten op een andere wereld. Ook. Ja, die gladiator matches. En je zag stukjes uit waar ze in Asgard zich afspeelde. En dat zag er redelijk uit. Asgard. Ook al zijn de special effects wel geüpgraded. Oh, maar zit Natalie Portman er daarom niet in? Omdat zit zij niet ergens op Asgard of zo? Waarschijnlijk zit ze ergens op aarde. En deze hele film speelt zich niet af op aarde. Oh, oké. Maar Kate Blanchett ben ik ook wel. Ik vind wel leuk. Het zijn eens een goede actrice als bad guy. Bad guyster. Ja, ik weet. Ik vind alleen dat er een irritante wief erin zit van Westworld.
Die not racist, die donker. Maar ja. Zo. Oh, ja, zij. Fucking racist! Oh, ja, die heeft een beetje zo'n mel waar ik niet tegen kan. Ja, ja, die chick die Prince uiteindelijk... ja, ik was, die hoer, zeg maar. Die dat is Stanley Newton. Die vind ik wel goed. Maar die in het in die bestuur werkt, zat. Die werkt voor het bedrijf die eigenlijk een soort van Anthony Hopkins forceert. Oh, dude! Ja, ja, gebruikt ook die robots voor een soort van... Ik weet wie je bedoelt. Eigen zij was zeg maar een soort van big time bankbot investor of zo. Was zij het al? Ja, 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 ik weet niet. Ja, die zit er ook in. Daar hoofd kan, daar kan ik niet echt hebben. Dus, nou, ja, ik weet al waar jullie hyped voor zijn nu. Ik hyped voor ben. Fucking blij voor Oké. Nou ja, bedankt voor het kijken in ieder geval. En luisteren. En, ja. Waar gaan jullie heen deze serie? Ja, dat is fucking ga allemaal naar beneden worden. Laat die Marvel shit nou een keer links liggen. Ja, ga alleen voor de lore. Ga eens naar een goede film. Ja. Ik ben echt zo benieuwd wat er is gebeurd in de rest van het universum van Jigsaw, joh. Goh. Ja, goh. Met Jigsaw, eerst was het natuurlijk een serie omdat het allemaal Saw-films waren. Maar met Jigsaw, volgens ja, ons ding, wordt het een universum. Oh. Maar ja, het was, ja. Nee, hebben we gelijk. Gewoon nu de Saw Cinematic Universe. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Nice. Kijk daar voor onze Cinematic Universe discussie. Ja, precies. Ja, precies. Nou. En welke film ga jij heen? Indiana Jones 4. Doggy Dekker. Ja. Oké, whatever. Dankjewel voor het kijken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken naar deze toffe aflevering van de Vooruitblik. Je kan hier video's bekijken. Vooruitblik, we zijn geen film door mij. Voorbeschouwing. Voorbeschouwing, bro. Jezus. Man, ja. Ik kijk naar al die fucking, ik heet haar toch niet! Altijd als ik de categorie moet instellen van de post. En jij heet Sander, hè?